Goedendag en welkom bij de uitleg over het datamodel van de sector do it zelf Tuin en Dier. In het datamodel staat alle informatie over de attributen die worden uitgewisseld via de GS1 datapool. Het datamodel kan gedownload worden op de website van gs1.nl dhz. Open hiervoor de link naar het GS1 Benelux datamodel. U vindt op deze pagina zowel het actuele datamodel als de vorige versies van het datamodel. Klik op de link van het datamodel om deze te openen. Een zip met drie bestanden wordt geopend: het datamodel, het data change model en de toelichtingendocument met sectorafspraken. In deze video gaan we alleen in op het datamodel. Het datamodel bevat verschillende tabbladen. Wilt u weten wat u op welk tabblad kunt vinden, dan gaat u eerst naar het tabblad Explanation. Hierin wordt uitgelegd welke informatie u waar kunt vinden. We starten voor nu met het tabblad Bricks. Hierin vindt u alle bricks die binnen de GPC-classificatie zijn uitgebracht. In kolom B kunt u filteren op alle bricks die in het datamodel van de sector Doe-het-zelf, tuin en dier zijn opgenomen door de waarde Yes te filteren. We zoeken nu het voorbeeld op en dat is brick Verven. Dit doen we in kolom A. D. Vervolgens selecteert u de brickcode in kolom A. Op basis van de brickcode selecteren we in de tab Data for Attributes per Brick de e-commerce attributen die bij deze brick horen. Dit doen we weer in kolom A. In kolom C ziet u of een attribuut verplicht is, aangegeven met een 1, of optioneel aangegeven met een 0. Als u meer wil weten over de specifieke eigenschappen van de attributen die bij deze brick horen, dan gaat u naar het tab Commercial Attributes per Brick. U selecteert de brick op basis van de brickcode in het blauwe vakje. U kunt hier onder andere per attribuut zien wat de definitie, de instructie en het format is. Wanneer het attribuut het format Picklist heeft, kunt u in de tab Picklist de betreffende attribuut opzoeken. Een voorbeeld van een attribuut is het attribuut 4.015. Deze staat voor kleur familie. Als u selecteert op dit ID, dan worden de mogelijke waardes getoond. Let hierbij op dat u de waardes gebruikt die in kolom B worden aangegeven. In de tab Validations zijn de enkelvoudige validaties opgenomen. Een validatie is enkelvoudig omdat op basis van één specifieke waarde bij een attribuut één ander attribuut verplicht wordt. Validaties worden uniek geïdentificeerd met een validatie-ID die u kunt terugvinden in kolom A. De validatie wordt getriggerd door een if-statement en een specifieke waarde. Een voorbeeld. Als attribuut 6.126, type stroomonderbreker, de waarde tijdschakelaar bevat, dan wordt attribuut 7.769, type programma's, verplicht. Wilt u weten welke standaard attributen, zoals logistieke attributen, van toepassing zijn naast de e-commerce attributen? Dan gaat u naar het tab Fixed Attributes for All Bricks. Niet alle attributen in het tabblad zijn verplicht om in te vullen. Wilt u weten welke attributen verplicht zijn, dan kijkt u naar het tab Field Definitions en vervolgens in kolom P en Q. Wanneer u wilt weten wat de definitie en de instructies zijn van bepaalde velden, dan kunt u deze ook opzoeken in het tab Field Definitions. Het veld dat u zoekt kunt u filteren in kolom D, Attribute Name Dutch. Dit was in het kort een uitleg over de werking van het datamodel. Wij adviseren u om het toelichtingendocument met sectorafspraken over het gebruik van het datamodel aandachtig door te lezen. U vindt dit ook in de zipval bij het datamodel. Veel succes met het werken in de GS1 Datapool. Heeft u vragen? Onze Customer Support Medewerkers helpen u graag.